Bananensplit meldt zich bij de GGD in Den Bosch. Voor een prikje, maar niet voor mezelf. Nee, voor deze oergezonde, stoere jongens van FC Den Bosch. Ze gaan naar Zuid-Afrika, op tournee. Dus ze moeten worden ingeënt. Logisch. Ik stel u even voor aan het prikpersoneel. Een schokkend mooie zuster. En een hele lieve. Theo Bos. Trainer Theo Bos, met wie de jongens ooit een grap hebben uitgehaald, zit uit wraak ook in ons complot. Keihard hoort die Theo. Net als zuster Pitbullia. Haar collega heeft een andere taak. Ik heb hier de vragenlijst even voor bij het eind. Dan moet dit ingevuld worden. Ben is dan op tafel, dus... Ben je er nog mee? Oh, dat is mee. Oh. Dank u. Oh. Ach, die jongens raken helemaal uit vorm. En de mandekker van Den Bosch, Peter van den Berg, heeft zijn hoofd even heel ergens anders. Hyptoplasma, waar staat hyptoplasma? Hey, wat is dit nou allemaal, jongens? Heb je wel seks gehad in het buitenland? Hey, hoe is het? Nee, dat slaat ook nergens op. Weet je, seks gehad in het buitenland? Voor jou waar? Ik wel eens. Oh, gaat je niet wel eens? Ja, zo ja, waar. In de keuken? In Zuid-Amerika, alle landen? Oh, mijn godje. Daar zijn ze, de spuitjes. Spuitjes. Spuiten van zuster Pitbullia. Is dat bloed in hand? En over spuiten gesproken. Mag ik jou meenemen? Sorry? Mag ik jou meenemen? Of in mijn moment? Ja, mag ik jou meenemen? Ik heb hem nog niet gespeeld. Je moet wel mee, hoor. In de spreekkamer blijkt de keiharde behandeling nogal mee te vallen. Je zit in Bananensplit. Zo laat ik iedereen zien. En dan roep heel hard au op ons teken. Ja. Ah! Oké. Ik weet niet. Wat wist de laak, alsjeblieft? Dat ben ik nog wel. Dankjewel. Stefano Seedorf uit de beroemde voetbalfamilie. Ja, die heeft er wel schik in. Oké, komt-ie. Even op de tanden. Even... Ah! Goed. Mooi. Goed. De FC, wat staat die op je? Hij wordt net als alle anderen naar de zijuitgang geweest. Niet zo benauwd, kom op! Wat gebeurt hier? Ah, poeh! Wajo. Rustig! Rust! Stil zitten! Ah! Nee, dit gaat te ver. Kom op! Dit gaat te ver. Ah! Ah! Johan de Boer. Mevrouw, wat gebeurt er daar? Overleef ze dan allemaal? Ik hoor iedereen schreeuwen. Ja, we hebben een probleem. Jullie hebben te dikke spieren. Dus, dat ding moet ik niet zien. Ik kijk de andere kant. Ja, ik kijk ook de andere kant. Dus prik maar. Ik kijk maar. Niet. Prik maar, gewoon boem. Ja, prikken, snel mogelijk. Ja, klaar? Oké. Okay. Ja. Simon, zie je. Ja, maar hij stresst hem echt. Hij stresst hem echt gewoon. Ik snap niet waar de rest bij. Simon is echt bang, joh. Die gaat zo meteen schreeuwen alleen als hij die man ziet. Mooi. Ah! Mooi. Komt er nog een? Ja. Ah! Nee? Oh, mooi. Goed gedaan.
Sorry, sorry. Ja, die ging een beetje hard. Sorry, nog. Nu stress ik hem op voor iets. Ja, hoe kleiner het gezelschap, hoe minder maatjes om je te troosten. Dus ja, de stemming slaat om. Nu voel ik hem op, ja. Nu voel ik hem op. Dat kan niet, want dit voel ik hem op. Dat is gewoon een prik, hè. Dat is gewoon een dik. Nee. Misschien moet hij het bot of wat dan ook. Of hebben we de dikke spier, zoals ze zei, dat hij echt helemaal erin moet zo. Ja, het is goed. Even zo laat. Steek ze erin. Tjuk. Spuit ze wat erin. Klaar. Nerveus, jongen. Zit maar. Ik moet eens laten. Gaat wel goed met hem, hoor. Ja. Klein beetje thuis. Wie? Die laatste? Ja. Oké. Alle spullen? Je mag doorlopen naar de stoel. Ben je al eerder geprikt? Ga maar zitten. Toch niet bang, hè? Nou, ik hoor mensen schreeuwen, dus ik weet niet wat ze hadden. Nou, we hebben een probleem omdat jullie spieren te sterk zijn. Ja? Oké, dus we hebben dikkere naalden moeten nemen en dat is een beetje pijnlijk. Komt-ie? 1, 2, rustig. Ah! Even de andere kant. Ah! Aanspannen. Oh, dit doet echt zin. Keurig. En dan de laatste. Taco van Morsel. Hij moet zijn lot in zijn eentje afwachten. Totdat ook hij wordt binnengeroepen voor een speciale behandeling. Taco van Morsel? Ja. Dat wordt lachen. Het gaat niet zo goed met de voetballers vandaag. Ben je al eerder geprikt? Even die... Pak die grote spuit maar. Bananensplit. Held van de dag. Hé, hey, kijk eens. Daar staat hij. Ik zou het dat hij binnenkomt. Nee. Nee. Maar ik wacht, hè. Vooral die spuit en die mooie zuster zien. Nou, hier zijn ze dan, de helden van FC Den Bosch, dames en heren. Paco, Paco, Paco. Ben je echt zo bang van zo'n spuitje? Ja, ik was doodsbang. Echt doodsbang. Je had geen eens oog meer voor dat mooie vrouwtje wat er langs kwam. Ja, die heb ik wel gezien, hè. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik vond dat jij echt het bangst was. Want op een gegeven moment, jij kneep hem echt, hè? Ja. Inderdaad. Je zag het niet meer zitten, volgens mij. Nee, ik wou er tussenuit peren. Echt waar. Ja, wil je echt er tussenuit? Ja. Wat dacht je van, dit komt niet meer goed? Nee. Die grap die is zeg maar samen in samenwerking gegaan met jullie oud-trainer Theo Bos. Er is wel, natuurlijk wel wat aan vooraf gegaan. Want jullie hebben ooit waarschijnlijk Theo Bos ooit een keer zelf een oor aan puntje, puntje. Ja, het was eigenlijk zo dat we in de voorbereiding... hield hij er nogal van om het bos in te gaan trainen. Dus hardlopen in het bos, rondjes lopen. En op zijn broekje stond TB, dus Theo Bos. En daar hadden wij ervan gemaakt, bij de drukken, hadden we Theo Bosloop van laten maken. Ze zeggen, nou weet je wat, ik zal jullie eens even terugpakken. Onder het voorwensel van, jullie gaan op trainingskamp naar Zuid-Afrika. Helemaal geweldig, jullie worden ingeënt. En daar gaan we een mooie week van maken in begin januari. Waar het niet dat onze Frans daar ineens stond met de spuit in zijn hand. Maar ik moet wel zeggen, de grap is wel uitstekend geluk. Want ik vind dat jullie het echt fantastisch hebben doorstaan. In mijn ogen zijn jullie gewoon bikkels. Dat verdient natuurlijk wel een trofee. En ik hoop dat hij een heel mooi plekje krijgt bij jullie op de club. Tussen alle andere mooie prijzen. Hier is hij dan, dames en heren. De officiële bananensplit trofee. Dat is mooi, hè? Ik ga hem overhandigen aan jou. Dankjewel.